Dit ruikt niet fris, Violet. Nee, hè? Niet echt. Nee, daar wil je niet echt in zitten. Nou, hij is dus niet echt heel, heel vies. Ze hadden hem toch nog redelijk schoon. Nou, deze dus niet. Er zijn hier dus de wc's en meteen hier komt het water dat ze, waar ze van die ze dus gebruiken dat het schone water is. Dus ik denk dat we dat even moeten verschuiven. In dit kamp, dat al anderhalf jaar staat, is Violet vooral druk met dit soort kleine aanpassingen. In andere kampen is er nog niet eens een toilet van UNICEF, maar een gat in de grond met een doek eromheen. Voor de kinderen is er nog geen schooltje geregeld en door gebrek aan water zijn ze vies. Haar grootste zorg is dat heel veel Syrische kinderen niet naar de Libanese scholen gaan. De ouders durven hun kinderen niet alleen buiten het kamp te laten. No. Some of them they go to the center, but the other they don't accept to let them go out from the tent. Without his father or her mother or something. Wat is nou de angst dan van de mensen die hier wonen? Ze zijn bang hoe ze reageren tegen ze. Ze zijn hier natuurlijk 4-5 jaar begonnen met Syrië op te vangen. En de Libanezen willen het gewoon niet meer. En dat uitzicht op straat. En dat uitzicht op straat tegen Syriërs. Violet krijgt veel baby's in haar armen. Een enkele keer wil de moeder het kind aan haar meegeven. Ook deze oma neemt haar mee naar haar tent om een 15 dagen oude baby te laten zien. Hoi schatje. Oké, ik ga hem weer teruggeven aan je. Maar aan de collega niet. Ik wil het land thuis. Ik zeg, ja, dat kan ik niet. Ik kan alleen hier helpen. We kunnen ze in stand houden, in leven houden, zeg maar. Maar we kunnen niks opbouwen en we zien het eigenlijk alleen maar verslechteren. En dat is heel moeilijk om aan te zien. Dus we hebben veel meer hulp nodig. Want als dit hulp is in de regio, dit is nou niet echt hulp in de regio. Dit is aanmodderen.